Hallo mensen van Ratat, ik ben Tom. Vandaag een nieuwe video op Ratat. Hoi! Vandaag gaan we een nieuwe format doen. Rino, leg eens even uit. Wat houdt format in? Nou, we hebben dus de 10.000 abonnees bereikt. Superleuk, allemaal bedankt. Hey! En we gaan dus een nieuwe format doen. Het eerste format hebben we al een beetje gedaan. Een soort van Q&A, dat heet Mailtijd. Waarom heet het mailtijd? Omdat jullie ook dingen in kunnen sturen via de mail. Dus bijvoorbeeld jullie werk en dan kunnen wij er feedback op geven vanuit ons designer oogpunt / filmmaker. Dus laten we snel beginnen bij vraag 1. Nou, de eerste vraag is van Mark Movies Productions en die vraagt: welke MacBook is het beste voor geavanceerde video editing? Heb je nodig voor bijna alles wat jullie ook doen? Alle MacBook Pro's zijn supergoed voor video editing. En je hebt nu ook die nieuwste MacBook. Ik weet eigenlijk niet zeker of die goed voor. Ik denk het niet, hè? Ik denk dat hij net niet trekt. Ik denk het ook niet. Maar je kan er wel mee editen, maar je moet niet gaan denken dat je zieke effecten in After Effects kan doen. En dan nog Premiere ook open en Photoshop ook open hebben staan. Dat is een beetje lastig. Ja, dat is het punt. Voor video editing heb je niet echt een zieke processor nodig. Als je gewoon normaal edit en stel je edit in iMovie, dan kan elke MacBook dat wel aan. Maar ik denk wel dat je gewoon sowieso voor een MacBook Pro moet gaan als je een beetje al voor de toekomst wil denken. Dus dat. Niek vraagt: Q&A, zoeken jullie nog nieuwe leden? Nou, op dit moment niet, maar we zijn eigenlijk altijd wel op zoek naar mensen die kunnen helpen, want we hebben best wel veel grote projecten lopen. En sowieso, kijk, als jij natuurlijk super goed bent, dan staan we natuurlijk altijd voor open. Dus wat je kan doen, is je kan gewoon je auditiefilmpje sturen naar insturen@hoegaathet.com. En dan gaan wij gewoon naar kijken en dan zien we wel. Bas de Beer, en die vraagt: hoe gaan jullie verder in de toekomst? Nou, dat is altijd een vervelende vraag die mensen dan vragen van: wat zijn je toekomstplannen? En dan moet je goed nadenken wat je nou, terwijl je eigenlijk nog een beetje in het heden leeft. Of in het... Wij proberen zoveel mogelijk zen te zijn. leven in het nu, waardoor je veel bewuster bezig bent. En dan die toekomst, dat komt wel goed. Je hoeft nog niet zo na te denken over de toekomst. Maar we hebben natuurlijk wel ideetjes. Hoe maak je smooth slow motion in Sony Vegas 10, 11, 12? Niet. Dat doe je niet. Heb jij de vorige Q&A gezien, Hans? Daarin heb ik nogal, hoe zeg je dat, mijn frustratie geuit over alle vragen die er binnenkomen in Sony Vegas. Smooth slow motion maak je niet in Sony Vegas, het ligt aan je camera. Dus Sony Vegas is geen wondermiddel. Nogmaals, nee. En de volgende comment is van Iets met Johan en die zegt: zijn er ook gratis programma's die hetzelfde kunnen als Illustrator? Nee. Nee. Nou ja, kijk, Illustrator is gewoon fucking goed en als je die wil overtreffen, dat is heel lastig. Adobe programma's zijn gewoon de top en de gratis programma's zijn hartstikke leuk, maar ja. Die proberen het gewoon een beetje na te maken, maar die komen nooit bij het Adobe programma. Ik ken niet eens een programma wat lijkt op Illustrator. Ik ook niet. Misschien zijn ze er wel, maar ik ken ze niet. Ik ken ze ook niet. Oké, nou dan gaan we eens even over op het eerste werk wat is ingestuurd. Superleuk. Het komt van iemand en die heet Tom Buizer. Ik heb een operating system design gemaakt. Oké. Ik ben nog bezig met verbeteren, maar dit is wat tot nu toe geworden is. Nou, dan gaan we eventjes kijken hoe dat eruit ziet. Oké. Dit is dus eigenlijk een achtergrondje van die tutorial van Menno. Nee, Joey. Was het Joey? Ja, Joey. Oh. En hij heeft eigenlijk gewoon Windows 11 gemaakt. Toch? Nou ja, het is wel heel erg minimalistisch. Zie je die hamburger icon? Hamburger icon. Die je normaal op mobiel hebt, heb je nu... Op de computer. Op de computer. Ja, dat is grappig. Ik vind hem mooi, alleen ik weet niet helemaal wat het voor meerwaarde heeft vergeleken met de Windows die er nu is. Maar let wel op dingen zoals uitleiding. Zoals je bijvoorbeeld onder dat profielplaatje heb je name, maar die staat dan niet recht. En dat hoort eigenlijk ook met de hoofdletters. Dus dat soort kleine dingetjes kan je op letten. Knop afsluiten zou ook wel een beetje meer naar rechts mogen. Ja, een beetje meer naar rechts. Uitleiding zijn altijd van die kleine dingetjes, waardoor het eigenlijk heel makkelijk veel mooier wordt. En voor de rest, ja, super nice. Ik zou zeggen, maak nog een paar meer schermen en stuur het ons door. Want het is net, denk ik, iets te weinig om er heel veel over te kunnen vertellen. Ja. Maar het ziet er wel nice, modern en wel leuk uit. Mm-hmm.
En op Twitter is er ook iemand die ons een vraag heeft ingestuurd en die heet Hugo. En Hugo die vraagt of we een tutorial willen doen over snelle renderen in After Effects. Het kan, ja, snelle render kan wel, maar het punt is dat je dan videokwaliteit verliest. Dus des te sneller je wil renderen, des te slechter de kwaliteit van je video. Ik laat heel vaak gewoon mijn computer 's avonds aan en dan weet ik zeker dat de video goede kwaliteit heeft. Dus dat raad ik jou ook aan. Dat is wel goed. We zijn nu op het moment aangekomen dat we jullie gaan vragen om nieuwe vragen neer te zetten hieronder in de comments. En om jullie werk in te sturen. Dat kan via social media in deze reacties of via de e-mail insturen @hoegaathet.com. Dan laten we jouw werk laten we zien. Geef weer gelijk een shout-outje. Zo simpel kan het zijn. We hebben meer vragen beantwoord op het blog. Daar kan je heen door rechtsbovenin te klikken of in de beschrijving. Vergeet niet even te abonneren en dan zien we jullie de volgende keer. Doei! Doei!